We zijn dus in Brugge de Triennale 2018 aan het verkennen. Loopt nog tot 16 september. Thema Liquid City. En we zijn eigenlijk begonnen hier. We staan ongeveer hier aan geparkeerd. We zijn hier het centrum ingegaan, dus buiten de ring is het allemaal gratis parkeren. En we gingen eigenlijk aan het zand hier parkeren, maar die parking was vol. Dus we zijn dan daar gaan staan, hier de brug over. Hier hebben we hier een bakker en hier hebben we ons koeken opgegeten, ons boterkoeken. Dan hier hebben we langs de vesten gelopen, gewandeld, beter. Dat eerste kunstwerk dat hier, maar dat was op slot. Was niet toegankelijk. Ah, waarschijnlijk omdat er daar ook staat dat maar van 12 tot 18 uur open is. Maar het zag er ook niet zo indrukwekkend uit. Ik heb foto's mee. Dan. Nu zijn we aan deze gekomen, dus we volgen gewoon dat water. En dat is eigenlijk een betonconstructie in het water. Dat is nog wel schoon, knap gedaan. Dat is echt zo een historische binnenstad. En dan staat zo'n futuristische betonconstructie te midden in het water. Ik ga meteen laten zien hoe dat eruit ziet ook. En de planning is van zo dat water te volgen. Deze. En dan hier zo verder volgen. En dan hier langs, dat is denk ik de jachthaven. Nee, dat is hier de jachthaven zeker. Dat is het Minnewaterpark. En we gaan dan zo langs de vesten terug naar onze auto. Dat is het plan voor vandaag. En dit zijn een paar vletten van de scouts die net voorbij kwamen op de vesten eigenlijk. Ik heb zelf ook in de zeescouts gezeten, niet deze scouts. En we hadden ook ijzeren vletten trouwens, het waren houten vletten. Het was een super warme dag, bijna 30 graden. En dat was hier, dus langs de vesten zijn we naar dat eerste kunstwerk, hier dit hier gelopen. Dat was een oude kraan. En dan een stukje geschiedenis. En bij elk kunstwerk staat er zo een bord met een nummerke en wat uitleg rond het kunstwerk. Maar dit was dus afgesloten. Ik heb mijn best gedaan om even te spieken over het hekken en dan zie je dat wat het kunstwerk is. Ik heb ook één foto gemaakt zoals je kon zien. Maar de poort zelf was dus dicht. Nu, ik denk dat we hier na 12 uur waren. Dus ik denk dat de poort gewoon sowieso te laat open gaan. Dus dat is die ene foto die ik heb kunnen maken door de poort. En dat was al het volgende kunstwerk. Dus dat was een betonconstructie. Die vorige vond ik niet de moeite, maar dit vond ik wel echt een mooi ding. Dat was een betonnen constructie met een soort van trappen, een soort van ingang eigenlijk naar niets, want ja, dat was gewoon te midden het water gemaakt. Ik kon er helemaal rondwandelen. En er lag ook vlak naast een hele oude, authentieke overgang voor het water. Dat zijn de rijtjes en bruggen, dat is allemaal kanalen. Ze noemen bruggen ook het Venetië van het Noorden, omdat er daar zoveel kanalen doorheen lopen. Dus hier zie je die constructie nog. En eigenlijk alles was binnen wandelafstand. Ik was met een goede vriend mee die in een rolstoel zich verplaatst. Het is niet ideaal. Allee, eigenlijk is bruggen niet ideaal voor rolstoelgebruikers. Komt daar eigenlijk op neer. Like, hier kon je oplopen. En er was wel een loopplank voorzien om ook met de rolstoel erop te kunnen. Dat was de houten constructie in het water waar je kon vanaf springen. Of er waren toch mensen vanaf aan het springen, het was wel verboden om te zwemmen, maar ik zei het was super warm. Alles is binnen loopafstand, dus hier denk ik in totaal is het ongeveer
denk de doorsnede van Bruggen is misschien 3 kilometer of zo. Dus Bruggen is echt geen grote stad. Hier zie je in de verte alleen van de volgende kunstwerken, ook een heel prachtig ding. Als je naar Bruggen gaat, ik ben zelf opgegroeid in Bruggen, of ik ben er toch naar school geweest. Dus ik ken daar de meeste dingen wel, maar een aanrader is om een keer via die bootjes de stad te verkennen. Zeker de moeite. Dus daar in de verte zie je dan die, dus eigenlijk een walrus, of een walvis beter, gemaakt van allemaal plastic afvalmateriaal, dus kuipen, emmers, in 2 kleuren zoals je hier ziet, blauw en wit. Het is een reusachtige constructie, het is een vrij grote constructie, niet zo hoog als de huizen er rond, maar wel zeer hoog. Het is moeilijk om dat te vatten in het stukje film dat ik hier gemaakt heb. Maar kijk, als je ziet, dat is bijvoorbeeld een wasmand daar in het midden. Of als je vergelijkt met die auto's op de achtergrond bijvoorbeeld, kwam toch zeker 4, denk dat meer dan 4 meter was boven de grond. En die leek uit het water te springen, echt over, alsof het hem over die brug zou springen. Echt heel knap gemaakt. Er stonden wel heel vreemde Chinese karakters op het plastic, dus ik weet niet waarom dat juist is. Ik weet niet of ze plastic uit China gehaald hebben of zo. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Daar zou ik een klein beetje te grote. Maar spijtig genoeg hadden we plots een lekke band. Dus daar hebben we eigenlijk onze avontuur een beetje moeten stoppen. We waren juist een terrasje begonnen. En je ziet hier heb ik een klein stukje gefilmd bij een fietsenmaker die onze band hersteld heeft. Dat was zo'n retro fietsenwinkeltje. Maar we hebben daar wel onze trip gestopt. Dus de volgende keer meer foto's. Dan ga ik waarschijnlijk ook zelf verder gaan verkennen. Ik heb dus bij lange niet, ik denk dat er in totaal 8 stukken zijn of zo. We hebben maar 4, nee, we hebben 5. 5 of 6 stukken gezien. Dus er zijn zeker nog meerdere stukken dat we kunnen bekijken. Dus dat ga ik binnenkort een keer terug gaan. Er is ook een werkje bij bijvoorbeeld. Dat mijn vader met zijn collega's op zijn werk aan gewerkt heeft. Dat ik zeker ook wil bekijken. Dus ik zal eens proberen ook op een minder druk moment, misschien op een mooier licht moment ook terug te gaan. En nog wat meer foto's te maken. Maar voorlopig was dit het dus.